Deze video gaat over evenredigheid. Vaak kun je iets zeggen over de evenredigheid van twee natuurkundige grootheden in een bepaalde situatie. Wat we in deze video gaan doen is een vijftal situaties bekijken en kijken wat voor een soort evenredigheid er is tussen twee grootheden uh, die een rol spelen in die situatie. En ik hoop ook dat ik je kan laten zien hoe je dat zelf kunt achterhalen. De eerste situatie gaat over uh, een ster. En de intensiteit van die ster die wij dan op de Aarde uh, kunnen meten. En de intensiteit is altijd uitgedrukt in watt per vierkante meter. Ik heb een ster die heeft een bepaald vermogen, P-ster. En die mogen we als constant even uh, veronderstellen. En de vraag is nu: wat is nu de evenredigheid tussen die lichtintensiteit I en de afstand tussen de ster en ons? En wat je dan natuurlijk nodig hebt, is de juiste formule. En de formule voor lichtintensiteit ziet er zo uit. I is gelijk aan p, en in ons geval is dat p ster, gedeeld door 4pi r in het kwadraat. Als we kijken naar evenredigheden, dan zijn we eigenlijk niet geïnteresseerd in constante waarden. Die uh, kunnen we eigenlijk een beetje wegdenken, ga ik nu ook doen. Want die p is een constante waarde, en die 4pi is ook een constante waarde. Dus die kan ik bij elkaar vegen, en dan krijg ik... Uh, dat uh, I, de intensiteit I, gelijk is aan een constante maal 1 gedeeld door R in het kwadraat. En we zien hier ook meteen onze evenredigheid. Hoe hangt I af van R? Nou, die hangt, dat noemen we dan, omgekeerd kwadratisch af van R. Dit verband wordt ook wel de kwadratenwet genoemd. Maar eigenlijk is dat dus een verkeerde naam. Eigenlijk zou het de omgekeerde kwadratenwet moeten zijn. Situatie 2. Situatie 2 uh, komt uit de kwantummechanica en het gaat over de onbepaaldheidsrelatie van Heisenberg. En de vraag is, welke evenredigheid kunnen we vinden dus tussen de waarden delta p en delta x in die onbepaaldheidsrelatie? Nou, ook al heb je nog geen kwantummechanica gehad, kun je er toch wel een uitspraak over doen als je maar weet welke formule je moet gebruiken. En dit is de vergelijking waar we naar uh, gaan kijken. En in de onbepaaldheidsrelatie is het groter dan of gelijk aan. Uh, vaak kijk je naar de grenssituatie en dan maak je van dat tekentje maak je een is-tekentje. En dat ga ik ook meteen even doen. Ik maak er daar ook een is-tekentje van. En ik ga alle constante waarden bij elkaar vegen. En wat blijkt nu het geval te zijn? Die staan al bij elkaar. Want die h is een natuurconstante en 4 pi is ook een constante. Dus dan krijg ik deze vergelijking. En als ik nu wil weten hoe hangt delta p af van delta x, dan ga ik delta x aan de andere kant halen en dan zie ik dat delta p afhangt van 1 gedeeld door delta x. En zo'n verband noemen we een omgekeerd evenredig verband. In situatie 3 gaan we twee grootheden bekijken, zijn de trillingstijd t van een massa en de wortel van die massa. Wanneer we het hebben over een massa die aan een veer zit, dus een trillende massa-veersysteem. En de formule die daarbij hoort, die is best bekend, die ziet er zo uit. Nu ga ik deze formule een beetje ombouwen zodat er dadelijk een T komt te staan en een wortel M. Nou, die wortel M kan ik al vrij makkelijk tevoorschijn toveren, want als je de wortel hebt van M gedeeld door C, dan is dat precies hetzelfde als wortel M gedeeld door wortel C. Nu ga ik weer even kijken welke waarden zijn nu constant. Ja, die 2pi natuurlijk. En de veerkonstante c is ook een constante waarde. Die kan ik bij elkaar vegen, Dan komt een andere constante waarde uit. Maar dan krijg ik deze vergelijking: t is een constante maal wortel m. Ja, hoe hangt t af van wortel m? Ja, dat is dus uh, een simpel, recht evenredig verband. Situatie 4. We gaan kijken naar het. Uh, Verband, evenredigheid tussen de massa en de versnelling. wanneer we te maken hebben met een voorwerp die een constante kracht uh, voelt. of resulterende kracht. Ja, dat is natuurlijk een hele bekende formule. Dat is de tweede wet van Newton: f is m maal a. Maar ik wil nu iets zeggen hoe m afhangt van a. Dus ik moet even deze uh, vergelijking omzetten. Dan krijg ik m is f gedeeld door a. In de vraag staat eigenlijk al dat ik die f als een constante moet zien. Waardoor er staat. M is een constante maal 1 door A. Nou, deze hebben we al eerder gezien. Uh, het, ver, het verband tussen M en A is dus omgekeerd evenredig. Uh, de laatste situatie, situatie 5, uh, die is dan weer net een stapje moeilijker. Omdat het de laatste situatie is. We gaan kijken wat het uh, verband is tussen het vermogen P en de snelheid V. Wanneer ik te maken heb met een voorwerp die alleen maar luchtverrijving voelt. Dus bijvoorbeeld uh, een vliegtuig. Om dit op te kunnen lossen, heb ik eerst twee formules nodig. Twee vergelijkingen, namelijk uh, deze relatie. Die eigenlijk altijd geldt voor voertuigen, en vaartuigen en ook vliegtuigen. P is F mal V. Maar ik weet natuurlijk ook al dat er een bepaald verband is tussen de luchtwrijving en de snelheid. Er staan heel veel waarden in de formule voor luchtvrijving, maar die mag je vaak als constant voor onderstellen. En dan krijg ik dus eigenlijk deze relatie tussen de luchtwrijvingskracht en de snelheid. Dat is een kwadratisch verband. Die zijn kwadratisch evenredig. Nou wat ik nu eerst ga doen, want ik wil iets zeggen over uh, P en V wanneer die F luchtwrijving is. Ik ga eerst de onderste vergelijking substitueren in de bovenste vergelijking. En dan krijg je deze nieuwe vergelijking. P is een constante Maal v tot de macht 3. Ja, en hoe noem je dit dan? Ja, als je dat netjes wil zeggen, dan moet je zeggen: p is recht evenredig met de derde macht van v.